erg zo druk, Jan. Nee, je staat er. Goedemorgen allemaal. Ja, ik zit hier een beetje laag. Maar ik ben dus Mieke Verluin. Ik heb jullie net allemaal welkom geheten. Ja, de chauffeur heeft het meeste al verteld. We gaan dus gezellig naar Rotterdam. We maken er een mooie dag van. Ja, ja, ja. Goede reis. En zo gaat hij uit. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze is ook glad. Goedemorgen. Ja, ik haal dit op papier hoor. Ja, kijk, ik niet te hard schudden. Hoeven niet zo hard te melden hoor. En jij denkt, ik doe ja, een korte broek op. Ik heb gezegd, ik doe mijn korte broek op. Hé, hey, Chris. Heb je Carlo niet bij? Hou je een plaatsje voor mevrouw, dan kom ik zo kom bij je zitten. Ja, ja. Ik blijf je nog even staan. Ja. De hoffotograaf. Ja, de hoffotograaf van Nationaal. Nee. Is voor het Nationaal. Ja, Simon. Je moet in de boer. Ik neem die gaat het altijd. Heb je ze allemaal zien? Ja, ja. Goedemorgen. Je zegt er niet bij of die het straks uitknipt, Gerrit. Vandaag gaat maken om overal iedere keer u van een natje en een droogje te voorzien. Ik wil u namens het Stichting Uitgaansdag Ouderen Lisse van harte welkom heten. Dat doe ik mede namens de comitéleden en dat zijn Lidwien Hageman, Marion van der Putten en Marion Turnhout. Moet ik even oppassen dat ik het goed doe. Ik wil
Nou, voor vandaag is het de bedoeling dat we een rondje gaan maken door het gebied van Rotterdam. Maken, maar ja. Dat is zelden hoor. Ja, kijk wel op. Kijk, ja, wel. Word ik weer in de maling genomen? Ja. Maar moet je zaterdag of zondagnacht, als je dan klaar bent in de wezel, moet je natuurlijk slapen. Ja. Dus. Heet die boot nou Vera? Ik weet niet. Huh? Kon je dat niet zien, mevrouw? Nee. Zo, oh, mooi. Ja, even zwaaien. Heb ik ook maanden liggen we hier onder deze brug. Maasbrugge voor de Degel. Ja, maar met een bootje onder de brug. Goedemiddag, afvaren, lunch, 4-3-4 naar de Willemskade. Degel, ik moet voor even breken. De tocht. Eigenlijk het verzoek is dat iedereen zo lang mogelijk blijft zitten, want we hebben de bussen straks op een bepaalde manier zo neergezet dat we op zo efficiënt mogelijk van boord kunnen gaan. Dat houdt in tot eerst bus 1 en 5, de bussen die naar Beukenhof gaan, als eerste van boord gaan en in de bussen komen. En vervolgens zal ik daarna afroepen welke bussen daarna aan de beurt zijn. Maar in eerste instantie gaan we dus zo gauw we afgemeerd zijn en aangemeerd, zodat we van boord af kunnen, dan staan de bussen 1 en 5 klaar
om de mensen die naar Beukenhof moeten, naar Beukenhof te brengen. En ik kom straks wel even in de lucht op het moment dat die mensen van boord zijn, welke bussen dan aan de... Buikjes hoog. De blaas ook gevuld, neem ik aan. En dan gaan we nu terug richting Wissen, dezelfde weg bijna. En dan kom ik wel even terug. Denk nog aan de vorm. We zijn er bijna. We gaan dit keer even parkeren op de parkeerplaats van de haven. Dat is veiliger voor de bus en voor het andere verkeer. We willen u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. Ik vond het heel gezellig, het was een mooie dag. Ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk hebben gevonden. En we hopen elkaar volgend jaar weer te zien. En ja, straks heel voorzichtig met uitstappen en wel thuis. Goedenavond. Ja.